Ik bezing de route van Den Haag en hoe wij dus verbonden zijn geraakt met de kust. Want ooit werd de kust helemaal niet zo goed bezocht. Er is een man geweest, Constantijn Huygens. En in 1665 heeft hij gezorgd dat er een weg is gekomen, dwars door de duinen, naar de kust. Ik zit op een bankje aan de vliet en wacht tot ze me komen halen. Ik geloof mijn ogen niet hier met de boot dat ze me komen halen. Voor het huis van Constantijn trok de boot vroeger voorbij. En nu ook daar is de boot. Ik vaar over de vliet, langs landhuizen en industriegebied. Langs de Caballero-fabriek die gestopt is met roken. De wacht, de wacht, uren in zijn toren. Ontsteekt het licht bovenin op tijd. Als het stormt, duurt hij over het water. En prevelt hier beneden, raak mij niet kwijt. In de verte, het schip. De zee in volle razernij. Kanalenkoning Willem I was dol op kanalen en wilde dat zijn koning koninklijk kon baden. Hij groef een gracht weg door de stad naar Badhuis Scheveningen. Maar halverwege stopt hij, dat zijn zo van die dingen. Daar lag de koning in een gracht, verlangend als een vrouw. Waar was haar prins op het witte paard, die haar redden zou? Koets, 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 we gaan naar Scheveningen toe. Over de die naar de zee. Heel goed. 5 december 1665. Belovend staat daar het tolhuis waar je moet betalen. En dit is een van de verhalen.